Tijdens de Blind Audition. En toen was ze door het dolle heen, want ze wilde niets liever dan onder haar hoede meedoen aan The Voice of Holland. Ze zingt Just Like a Pill. Hier is Shary. I'm lying here on the floor where you left me. I think I took too much. I'm crying here. What have you done? I thought it would be fun. I can't stay on your life support. That's as soon as it is switch. I think I get out here when I can run. Just as fast as I can to the middle of nowhere, to the middle of my front, splitting fears, and I swear you were just like a pill. Instead of making me better, you keep on making me ill. You keep on making me ill. I have moved from the spot where you left me. This must be a bad. Can't stay on your life support. There's a sort of in a switch. I think I get out here. Well, I can run just as fast as I can to the middle of nowhere, to the middle of my first strength is. And I swear you were just like a pill. Instead of making me better, you keep on making me hell. You keep on making me hell. Ja, wij zijn bij de Voice of Holland op een gegeven moment op een punt aangekomen dat we echt heel kritisch gaan zijn op nootjes net eronder, net erboven, op zuiverheid. Op. Nou ja, het hoeft bij jou niet, want het ziet er zo fantastisch uit. Ik heb vanaf het begin al niet onder stoelen of banken geschoven dat ik echt een enorm fan ben. Ik kan niet wachten tot dat eerste cd'tje van je op de plank ligt. Ik ben de eerste die hem koopt. Schat. Dank je wel. Ik vond je helemaal te gek. Geweldig. En je groeit ook, je groeit vocaal. Ik denk ook, dat is de reden waarom je dat knobbeltje hebt. Er is technisch misschien nog wel wat winst te behalen. Door iets meer, iets genuanceerder te zingen af en toe. Maar ja, dat gaat het publiek echt niet opmerken. Want je pakt ze helemaal in. Dank je wel. Weet je... Ik weet niet hoe dat overkomt thuis, maar hier ging die zaal weer helemaal uit zijn plaat toen jij begon te zingen. Kijk eens hier. Dankjewel. Kom even kijken. Want het is zo, je bent een publiekslieveling, maar je bent natuurlijk ook ontzettend mijn lieveling. Je bent nog maar 18 jaar en het is waar, er is heel veel technische winst te halen, maar die zijn we nu al aan het halen. En ik hoorde trouwens best wel een paar nootjes waarvan ik dacht, nou, die kan er wat meer op. Maar ja, weet je, jij hebt het gewoon. Ze wil nog van alles in het leven, maar voor nu draait dat voornamelijk rond The Voice of Holland. En je kan er veilig stemmen. Bel dan 909-1307 of sms daarna naar 3131. Shary!